Wij zijn Nadia en Marijn. En wij zijn vandaag bij een Midden-Oosterse of Turkse of Marokkaanse buurtsuper. En wij gaan jullie een rondgang geven langs alle producten die hier te krijgen zijn. Want wat kun je er allemaal mee doen? Wat ga je doen met? Vijgen en rozen jam. In het Midden-Oosten zijn ze dol op jam. Maar het fijne is dat die jams heel veel smaak hebben en weer anders zijn dan wat wij kennen. Dit is de typische vijgenjam zoals je die vindt in het hele Midden-Oosten, landen als Libanon, Syrië, etc. En die zit, zoals je ziet, vol met lekkere sesamzaadjes en anijs. Dus het is helemaal vol. Het is een hele stevige jam, vol met sesam en de pitjes van de vijg zelf en anijs. Dit is een rozenjam. In één winkel al vier soorten rozenjam. Ja, rozenjam. Die vinden wij fantastisch om te gebruiken in bakwerk, om met bijvoorbeeld een beetje kaimak of mascarpone bij barrière of andere zoetigheid te serveren. We hebben een fantastische pudding er laatst mee gemaakt, een rozenpudding voor ons nieuwe boek. Dus het zijn twee hele bijzondere jams die ook natuurlijk gewoon heel erg lekker zijn op een lekkere zuurdesemboterham met bijvoorbeeld zoute boter.